Jongens, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Content Fame video. Wij beginnen hier in ons nieuwe kamertje die wij hebben gekregen van Frederik in de vorige video. Uitzicht op de grote boom. En denken over mijn droom, daar ben jij. Laten wij deze video even beginnen met kijken naar wat Fred mij zijn kamertje heeft gedaan. Ik hoop eerlijk gezegd dat hij niet thuis is, want dan heb ik weer een conversatie met... Wat is dat? Wat gebeurt daar? Laten we even kijken. Kamer Fred. Ja, meer had ik eigenlijk ook niet kunnen verwachten. Het is groen. Wat is dit? Lijst met lieve woorden voor Fred. ADW, LWP. Ik denk dat hij een error had. En het is vooral heel groen. Wat heeft hij in zijn kist zitten? Helemaal niks. Nou. Mooie kamer, Fred. Naast dat wilde ik even kijken hoe het er met Bob voor staat vandaag, jongens. Hallo bewakers, leuk dat jullie hier zijn. Ik ben in ieder geval blij dat ik een kasteeltje weer in mag. Dat zei ik vorige afleveringen ook. Maar ik meende het ook, jongens. We kunnen gewoon weer beginnen hier. We kunnen even kijken. Is Frederik er? Nee, Frederik is er niet. Frank is er ook niet. Nou, dan hebben we in principe ook niet zoveel te zoeken in het kasteel. Laten we even naar Frank gaan. Dat is wel interessant. Ik bedoel de Bob. Laten we even naar Bob gaan. En jongens, het viel me op. Bob zit in een boot. Oh, Bob, wat ben je aan het doen? Bob! Hey, Bob! Hey, lijkt niet gesproken. Dat is lang niet gezien, hé, joh. Wacht even, ik kom even naar je toe. Hoe is het met je? Ja, hetzelfde als altijd. Ja, waarom zit je in de boot? Ik was varen. Waarheen? Dat is een meer. Je kan niet echt ergens heen varen. Nee, ja, daar kwam ik achter toen ik erin zat. Hé, laten we even naar het ziekenhuis gaan, oké? Ja. Kom, stap in. Oh, jij mag ook varen. Breng ons weer terug naar de kust. Zo, wat een eind. Wat een eind varen, hé, dit. Ja. Hé, maar hoe is het met je? Je ziet er nog steeds ziek uit, maar het is niet verspreid, hè? Nee, maar dat zeiden we toch al. We hadden het toch al. Ja, dat hadden we het al over, maar ik was toch een beetje onzeker erover, omdat, ja, ik bedoel... Ja, Je bent misschien wel dokter, maar alsnog is het een beetje eng, weet je? Nee, maar hoe is het met de zaak? Hoe is het met Ariel? Ja, die is er niet. Waar is ze? Geen idee. Geen idee, die is niet opkomen dagen of zo. Oh, ik heb ook nog post. Ik heb ook nog post. Ze denken nog steeds dat Halloween is hier of zo. Ja, ik zei ook al, doe die achterlijke hoeden nou eens af. Maar ja, ze vonden het leuk. Je hebt post. Ja. Maar dat maakt niet uit, joh. De hele tijd. Een of andere stomme kerstopdracht en een of andere reclameblaadje. En ik wil maar geen reclame, want ik heb gezegd dat ik geen reclame wil. Daar heb ik me op uitgeschreven. Nou, laten we zien. Hoe staat het ervoor met het virus? Ja, ze houden die hoedjes wel op. Nou, waar ga je naartoe? Ja, even naar de kamer waar we voor het laatst waren dat we over het virus hadden. Jij had natuurlijk gekeken of je met emeralds en weet ik wat opkwam, wat het effect zou zijn. Dus ik wil kijken. En dan ga je altijd zonder begeleiding naartoe. Nou, hier, ik loop wel achter je aan. Nou goed, ik heb... Nou. Kijk, het is veranderd. Huh? Oh, wat is er gebeurd? Nou, het is veranderd. Dit was het virus. Dit was dat rare zwarte blok wat helemaal aan het gloeien was en zo. Ja. Kijk, en het wordt nu heel langzaam groen. Zie je dat? Oh, het wordt inderdaad, ik zie langzaam groene puntjes erin. Weet je, even voor jullie kijkers thuis, hier is een flashback dat we dat blokje stopten. Hupsakee. En nu? Nu zou ik snel een stap terug zitten. Nee, inderdaad, hij wordt langzaam weer groen. Hij is niet meer lelijk paars met zwart en zo. Dus kunnen we dit soort van uitvoeren nu op de kerk en op de arena en weet ik wat allemaal? Of? Nou, we kunnen het gaan proberen. Maar eerst heel even wat anders. Nou? Waar is Ariel? Ja, dat weet ik niet waar Ariel is. Ja, maar jij bent er voor het laatst met je pad geweest. Toen had ze een heel mooi pakje aan. Toen was ze niet teruggekomen. Ik heb het nooit meer gezien. Ja, en toen was ze, weet ik veel wat. Ik heb het idee dat Ariel mij iets zo leuk vond. Nou ja, dat klopt. Dat heeft ze al duidelijk gemaakt. Maar goed, dat is niet de reden om hier ook niet meer te komen werken. Want ze werkt voor mij, niet voor jou. Maar dan weet ik toch niet waar ze is. Nou ja, oké. Om een beetje zeker te zijn, hè. Maar goed. Ja, nee, dat snap ik. Maar dit is goed nieuws, Bob. Wat is alleen dit hierboven? Dit? Nou, deze houden op dit moment nog de stralen tegen. Want ik heb een oplossing bedacht. Maar daarvoor moet jij eerst iets doen. Wat moet ik doen? Dat ga ik je nou vertellen. Dat ga je me nou vertellen. Kom mee, dat doen we even ergens anders dan hier. Waarom? Is hier lekker warm? Dat doen we het hier. Nee, we gaan toch ergens anders heen. Waar gaan we heen? Hier. Oh nee, wacht. Ik heb wel een leuk plekje. Kom maar mee. Hier, laten we even gezellig bij Post Pizzeria zitten. Dan kunnen we het erover hebben. Over het virus. Oh ja, dat is goed. Open, ik wil bestellen. Ja, ik weet niet of hij open is, maar we kunnen in ieder geval lekker zitten. Oh, dat is goed. Maar ik wil toch bestellen, want ik heb trek in pizza. Maar vertel, wat moet ik doen om te helpen om het virus antigif te verspreiden het virus? Stil nou, ga ik je nou vertellen. Ik ben stil, ja, prima. Oké, kijk, ik heb namelijk die machine gebouwd. Maar dat ding, dat vreet ongelooflijk veel stroom. En met die prachtige energieprijzen van tegenwoordig kan dat natuurlijk niet. Dat is veel te duur, ik snap hem. Heel goed. Maar dat is niet de reden waarom ik je hierbij heb geroepen. Oké. Okay. Want? Want? Er gaan straks, kijk, ik ben gespecialiseerd in virussen, dat weet je. Ja, dat weet ik. Kom tot het punt, alsjeblieft. Oh ja, sorry. Ja, ik praat nogal veel vaak. Dus, dat heb ik door. Ja, maakt niet uit. Goed, ik kom nu ter zake. Ja? Ja. Oké.
Kijk, ik wil dat virus gaan bestrijden, want het is natuurlijk op groot niveau, grote schaal, het is overal... Je kan niet overal machine bouwen en zo, nee, weet je? Nee, per blokje gaat gewoon niet lukken. Kant-en-klare onzin, dat gaat gewoon niet lukken. Exact, dat snap ik. Ja, ik ook. Daarom heb ik het ook niet zo bedacht. Wat ik wil, is dat we het weer gaan beïnvloeden. Het weer beïnvloeden? Ja. We gaan in ieder geval de natuur een soort van kunstmatig een beetje helpen. Oké, en dan wat voor nut heeft dat? Want het regent wel eens vaker, maar dat heeft geen effect op het virus volgens mij. Nee. Maar ik injecteer als het ware een soort van serum in de... lucht. Oh, en dan valt het in het gecombineerd met het regen, dus het serum valt uit de lucht op het virus, waardoor het virus langzamerhand... Waarschijnlijk wel, ja. Allemaal van die rare blokken worden en zo. Uiteindelijk is dat de bedoeling. Oh, dat is heel slim. Maar dat kan wel even duren natuurlijk, want ja, het is nogmaals op grote schaal. Dat snap ik. En wat daar wel het nadeel aan is dat dat kost zoveel energie en zoveel moeite. Ja. Yeah. Kan het geen invloed hebben van buitenaf. Wat betekent dat die andere stralen die op dit moment overal in de lucht zijn... Maakt niet uit welke het zijn en waar ze staan. Ze moeten allemaal uit. Dat betekent die stralen zorgen ervoor dat jouw machines anders niet kunnen werken. Dat is te veel energie. Precies. Prima, kan ik regelen. Is dat wat ik moet doen? Dat is wat jij moet doen. Maar dat betekent niet dat... Het kan echt wel een paar dagen duren. Dus we hebben een paar dagen geen stralen? Ja. Oei. Oké, nee, duidelijk. Dan zal ik ze even afsluiten. Dat kan ik regelen. Dat is goed. Mocht je dat gedaan hebben, kom dan heel even naar mij toe. Dan hebben we de vervolgstappen. Dan hebben we de vervolgstappen. Prima, ga ik regelen, Bob. Dat is goed. Reken jij af? We hebben niks gekocht. Dat klopt. Maar er is nog wel trouwens één heel groot probleem. Nou... De brug is lek. Ja, ik had het ook al door. Lek, alleen er is geen water in de brug. Dus ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ook niet, maar hij is lek. Doei. Dag Bob. Nou, laten we eens even slapen. Maken we het gelijk dag. Alright jongens, dus Bob heeft een manier gevonden om het serum als het ware, het antigif, het tegengif, weet je, om dat te injecteren in het, in het virus wat we hier zien. Namelijk door het basically in de lucht te krijgen en dat het dan op het virus valt en dat het virus dan langzaam verdwijnt. Het enige daarvoor is dat het heel veel energie kost, blijkbaar, zegt Bob. En daarvoor moeten de beacons uit, maar dat is wel heel stom. Want we hebben de beacons wel... Althans, niet elke beacon is nodig. Die alleen als ik ga hakken. Maar dat hoef ik binnenkort even een tijdje toch niet meer te doen. Oftewel, prima. Laten we eerst even kijken waarom hier water zit. Dat snap ik niet helemaal. Waar komt dit water vandaan? Slopen we dit even? Wat gebeurt hier? Wat is dit? Zet ik hier nou gewoon een ander blok plaats? Oh mijn god, wacht. Misschien nou bijvoorbeeld een crafting table plaats? Ja, kijk, dan is het weg. Oh nee, nu moet ik snel zijn. Opgelost. Maar laten wij dan even alle beacons uitschakelen. En dat ga ik niet doen door ze te slopen. Maar misschien wel. Wacht, ik sloop ze wel even gewoon alle beacons. En dan bewaar ik ze gewoon allemaal bij me, weet je. Maar ze moeten wel allemaal uit. Oh my days. Hier, dat is de eerste is uit. Gaan we daar naar de tweede. Ik ben benieuwd waar deze heen gaat. Waar komt deze überhaupt vandaan? Wat is dit? Gaat deze diep? Oeh, die gaat wel diep. Dan moet ik even voor oppassen dat hij me niet vermoordt, als het ware. Dus voorzichtig. Oh, dit is... Wat is dit? Dit is de ijzerfarm. Oké, dan gaat die ook uit. Zo, hoppakee. Kunnen we hier eruit weer? Ga ik dat redden? Vast wel. Ja! Kijk, dat redden we. Hoppakee! Dan gaan we daar naar het huis van Floor en René daartussenin. Moet de beacon ook heel even gesloopt worden? En... Hoppakee, die is ook gesloopt. Zo. Dan moet ik hierheen, want volgens mij is de rode beacon bij het huis van Anne de laatste beacon in de stad die dan ook even uit moet. En even kijken. Oh, die is hier beneden. Dan slopen we dit rode eventjes. En dit duurt lang. En boom. Plaatsen we dat rode glas weer hier zo. Kijk. Allemaal opgelost. Nou, Bob zei als ik klaar was dat ik weer naar hem toe moest. Ik zie wel dat dit hier mist een rode roosje. Is dat normaal een rode roosje op? Sowieso is het gebied hier. Ze zijn... Moet het nog even de kerstfeer erin brengen. Het is nu heel koud ineens. Ze hebben het allemaal gesloopt. Zo, laten we terug gaan naar het ziekenhuis. Bob, waar ben je? Hallo? Hallo? Oh, wat? Wat ben je doen? Hallo? Kan je me horen? Hallo? Oh, hij hoort me niet. Oh, er is een intercom. Oh, ik moet hier staan. Hallo, hoor je mij? Ja, hallo. Hey, ja. Hey, hoezo? Wat is dit? Waarom moet ik via een soort intercom praten? Nou, omdat ik vast de deur hermetisch heb afgesloten. Waarom? Nou, je weet me nooit. Ja, maar... Ik ben toch al verpest. Jij dan niet. Nou ja, ook op een andere manier. Ja, oké. Maar ik heb de beacons in ieder geval gesloopt. Die heb ik hier allemaal bij me. Heel goed. Die zal ik bewaren. En dan... alle energie in de stad is in ieder geval uit. Die energie, weet je. Ja, ik snap wat je bedoelt.
Oké, nou top. Dus nu ga je aan de slag om het weer te beïnvloeden of zo? Nou of... ga ik aan de slag. Ik zal de machine gaan aanzetten zometeen. Ja? Wat dat verder rest betekent, jij weet ik ook niet. Ik zie het al gebeuren. Hou maar contact. Hoe ga je me bereiken als je me nodig hebt? Ja niet. Ik moet gewoon af en toe langskomen. Ja, nou, als je de stralen de lucht in ziet gaan, dan hoor je het vanzelf. Wat? Prima, ik zie het wel. Nee, je hoort het niet vanzelf. Ik zie het vanzelf. Ja. Is goed. Nou, komt goed, Bob. Ik spreek je later. Ja, dat is goed. Dag, Bob. Ik ga wat dingen vast doen, ja? Ja, doe jij maar wat dingen. Doei. Nou, doei je. Nou, jongens, we hebben met Bob geregeld. De beacons zijn uitgeschakeld. Hij heeft het afgesloten, zodat dat hij vast aan de slag kan met... Hoorden jullie dat ook? Huh? Hoorden jullie dat ook? Bob? Bob? Hallo? Wat is dit? Oh mijn god, wacht. Hij is begonnen ermee. Oh mijn god, dit is wat hij bedoelde. Wacht, laten we even hierboven kijken. Daarom moest al het stroom uit, zodat hij het aan kon zetten. Waarschijnlijk kost het allemaal anders te veel. En dan zou het letterlijk niet lukken. Maar, oh mijn god, ik zie het inderdaad. Wacht, laten we vanaf het kasteel kijken. Oh my, deze inderdaad. Hij is begonnen met het weer beïnvloeden, jongens. Hij is waarschijnlijk nu een soort van het virus omhoog aan het sturen. Het is nog geel. Ik denk dat het uiteindelijk groen moet worden. Dat het eindgoal is, weet je. En zodra die groen is, dat het dan een keertje gaat regenen. En dat het dan echt met groene regenbewijs vanuit de lucht komt vallen. En dat het virus dan genezen is. Oh, dat zou cool zijn. Nou, laten we daarop hopen. Bob is in ieder geval begonnen met dit. Met deze zooi hier. Spannend allemaal! Alright jongens, laten we nu onze beacons er zomaar even opbergen. Ja, de brievenbus is denk ik niet van mij. 18 ook fans. Hey, de poort is trouwens gewoon weer open. Wat nice, ik kan gewoon weer... Ik liep er automatisch heen. Maar elke keer als ik kom, dan word ik geconfronteerd met het feit dat de poort dicht was natuurlijk. Maar die is gewoon weer open. Die Frederik heeft het gewoon gefixt. Wat een gast, ik mag gewoon weer naar binnen. Oh mijn god, ik heb echt gewoon de shit gemist. Hier, hij is er. De man. Frederik, je hebt de poort open gegooid, zie ik. Wat goed, ik ben er heel blij mee. Dat je de poort hebt opengegooid. Nou, ik heb hem niet gegooid hoor. Ik heb hem gewoon open gedaan. Ja, dat snap ik natuurlijk. Maar leuk, goed bezig. Ik bedoel, je bent welkom echt in het kasteel. Ook al is het mijn eigen kasteel. Nou ja, ik moet er nog even aan wennen. Maar oké. Wat kom je doen? Niks, ik zag je zitten. Wat zit jij hier zo op de troon te zitten? Ja, wat denk je dan? Deze troon hoort bij mij. Hij is van mij. En ik zit erop. Alsof het mijn troon is. Want dat is alsof het jouw troon is inderdaad, want het is het niet. Het is mijn troon, maar jij doet alsof. Nee. Maar goed. Maar prima. Ik ga wel weer. Ik bedoel... Ja, eigenlijk heb ik jou, had ik iemand anders verwacht. Dus ik heb eigenlijk niks voorbereid voor jou. Oké. Okay. Nee, ga ik wel als iemand anders... Wie verwacht je? Wie zou hier komen? Uit? Ja, anders vraag ik het niet. Nou, dan ga ik dan nog... Als dan, nee, ga ik niet zeggen. Nou, ga dan maar gewoon naar je kamer. Ja, zoek het uit. Ik ga wel lekker naar mijn kamer. Prima. Dat is goed. Nou jongens, laten we naar mijn kamer... Hé, hey, Ariel, wat grappig. Laten we naar mijn kamer gaan. Ariel? Huh? Huh? Was dat Ariel? Huh? Wacht. Oh, maar deze. Wat doet Ariel hier? Huh? Is hij hier nog? Huh? Wat doet Ariel hier? Oh mijn god. Ariel, wat goed dat je er bent. Ja, heel goed. Hé, huh? Jongens, wat er gebeurt hier? Goed dat je bent, ja. Wat doet Ariel hier? Waarom is zij hier? Is zij degene die uitverwachtte? Wat wil je? Nou, ten eerste, ik kwam via de verkeerde ingang binnen. Je weet hoe je naar binnen en naar buiten moet. Dus, verkeerde ingang. Keer, doe je dat maar lekker anders. Ingang? Ja, waar hebben ze het over? Ja, dat zal ik doen. Maar goed, ik wilde heel even laten weten dat Bob begonnen is met zijn stomme project. Ja, die stralen die gaan de lucht in, ja. Ja. Oh mijn god, zij werkt voor Frederik, nee. Oké, nou bedankt. Bedankt dat je het doorheeft. Daarvoor ben ik ook in contact gekomen met jou. Oh mijn god, zij werkt gewoon voor Frederik, die Ariel. Ja, geen idee. Ja, weet je, ik doe het met alle liefde, want ik wil daar heel graag weg. Ik heb altijd pauze. En er komt er altijd wat tussen. Ik kan er niet meer aan. Oh mijn god. Ik kan... Oké, nee, ja, goed. Oh mijn god, Ariel werkt gewoon voor Frederik. Waarom hel je? Ja, maakt niet uit. Maar goed, oké. Hou ze in de gaten. Alle twee. Ook die Max. Ja. Ook ja, mij? Ook al mag ik hem nog steeds niet. Kom wel goed. Oh ja. My days. Kom wel goed, oké. Nou, wat is dit? Waar ga ik weer? Oh, waar gaat ze heen? Ze mocht niet via de uitgang, zei hij. Ja, waar gaat ze dan heen? Ja. Vergeet niet hoe je naar buiten moet. Oeh, dit gaan we volgen. We willen niet dat iemand weet dat jij hier bent. Nee, ja, weet ik. Maar komt goed. Tot snel. Waar gaat ze heen? Oh, naar de tuin?
Of niet? Oh, ze gaan naar de tuin. We gaan ook naar de tuin. We gaan snel naar de tuin. Ik wil weten welke ingang zij gebruikt, jongens. Hallo, bewaker. Welke in- en uitgang gebruikt zij? Laten we snel de trapje naar beneden nemen. Oh mijn god, die zitten ook bewakers. Ze zijn echt overal. Laten we snel de trap nemen. Waar is ze? Ariel, waar ben je? Betrapt! Waar ben je? Huh? Waar is ze? Ze liep hierheen. Huh? Ze is weg? Ik snap er helemaal niks van. Die hendels hier zijn voor de sier, maar die doen volgens mij niks. Of wel? Nee. Hè? Waar is ze heen? Oh my... Er loopt een iron golem. Oh my days. Frederik werkt samen met Ariel. Jongen, laten we dit even niet in het hotel... Of in het hotel... In het kasteel bespreken. Oh my days. Ze heeft letterlijk verteld aan Frederik dat Bob begonnen is met de straal de lucht insturen. Oftewel, we zijn begonnen met het antigif, met het tegengif, om het virus te bestrijden. Maar hij weet het gewoon. Hij kan hier gewoon op anticiperen. Dit moet ik aan Bob vertellen. Dit moet ik nu gelijk aan Bob vertellen, jongens. Dat Ariel samenwerkt. Ariel is gewoon een verrader, is een spion. Dit moet Bob echt gelijk weten. Hey, wow, er vliegen overal groene particles hier. Bob? Oh mijn god, je ziet het inderdaad. Bob? Bob, wacht. Hallo? Hey, kom even naar de intercom. Intercom. Oh mijn god, die groene particles. Hallo? Hallo, met Bob. Hey, Bob. Ik zie dat het... Ik zie dat het begint te werken. Ja, met mij. Je ziet me toch? Oh ja, ja. Hallo. Ja. Hey, ik zie overal groene dingetjes. Oh ja, dat snap ik. Ik zie overal groene dingetjes. Het ziet er goed uit. Het begint te werken, zeker. Ja. Hey, ik heb nieuws en ik ben bang dat het niet echt goed nieuws is. Er bestaat geen goed nieuws. Nou, dat is mooi, want het is slecht nieuws. Oh. Nou, vertel me maar. Ariel is een spion en ze werkt samen met Frederik. Ik denk, ik had hem maar gelijk uitgooien. Nog één keer, maar dat een beetje rustig. Ik kan er niet tegen als mensen snel praten. Dan kan ik het niet goed Je praat zelf snel. Helemaal niet. Ik hou gewoon van praten. Ariel is een spion. Ariel is niet hier. Ze moet het werk zijn. Ja, en ze werkt samen met Frederik. Ze heeft letterlijk alles aan Frederik. Ze heeft alles aan Frederik verteld over dit. Dit? Ja, hij heeft ze allemaal verteld. Oh. Dus blijkbaar wist Frederik altijd... Ik wist dat hij alles wist, maar ik snapte nooit hoe. Alleen blijkbaar werkt Ariel dus voor hem. Nou, dat zou een wat minder leuk functioneringsgesprek worden. Ja, die wordt ontslagen, denk ik, hè? Nee. Wat dan? Nou, dat is de... Kijk, ik heb wel heel veel medewerkers, maar dat is de enige die alsnog wel iets deed. Oh mijn god. Maar Frank, Bob. Ja? Ze kan letterlijk alles vertellen wat je doet en dan is dit allemaal voor niks geweest. Ja. Nou, nee, niet voor niks, want het is nou toch al gestart. Dat klopt. Maar nu kan hij er toch wat aan doen. Nu hij weet wat die straal is. Dat kon net zo goed gewoon een doodnormale straal zijn. Maar nu weet hij wat het is. Dat klopt, ja. Wacht, ik ga heel even een belletje plegen. Blijf heel even staan. Ik blijf heel even staan. Tot zo. Tot zo. Hij gaat een belletje plegen. Met wie? Hallo, met Bob. Hallo, geluk met je bellen. Waar heb je naar gebeld? Ariel, maar ze nam niet op. Oh. Ja, ik kreeg een voicemail. Nee, maar weet je... Nou? Dat weet ik ook niet. Bob, ik ga het wel uitzoeken met Ariel. Blijf jij hier gewoon je werk doen? Want dat is belangrijk, oké? Ja, dat is goed. Ik zal ze in de gaten houden. Mochten er dingen veranderen, dan bel ik jou. Prima, is goed. Ja? Ja, gaan we regelen. Oké, gaan we regelen. Mochten er dingen veranderen, wat jij kan zien, want ik kan hier eventjes niet uit. Niet. Ja. Kom dan naar mij. Kom ik naar jou. Tot zo. Dag. Oké, jongens, ik heb een heel goed idee. Laten wij even een background check doen. Laat ik dit trouwens even hier weg doen, zo. Ik wil namelijk meer te weten komen over Ariel. En er is maar één iemand die alles weet in Content Veen. Echt alles over alles en iedereen. En dat is Barbara. Volgens mij heet ze Barbara. Geen idee wat er met het hoofd is gebeurd van Barbara de... Ja, wat was het ook alweer? De Content Veen assistent. Dat was het persoonlijke Content Veen assistent. Laten we eraan zetten. Dat was Hendel 1. Hallo. Hey, daar is ze. Ik ben jouw persoonlijke Content Veen assistent. Ik weet het en je heet Barbara, zo heb ik je mogen noemen. Kan ik je helpen? Ik wil graag wat te weten komen over een persoon. Wie is dit persoon? Ariel. Ariel de doktersassistent. Ariel de doktersassistent. Ja. Assistent van dokter Bob. Assistent van dokter Bob. Is dit waar? Dit klopt. Oké. Informatie opzoeken. Informatie opzoeken. Informatie gevonden. Nou, dat is mooi. Wat wil je weten? Waar komt ze vandaan? Ze komt uit Content Veen, maar wel heel ver weg. Oké, prima. Dat kan van alles nog meer zijn gaande zijn in deze server natuurlijk. Wat is haar relatie met Frederik? Haar relatie met Frederik is dat zij stiekem verliefd is op Frederik.
Natuurlijk. Oké, okay. Hoe lang werkt ze al samen met Frederik? Sinds dat jij haar kent. Oh mijn god, ik ben gewoon... Ik wist het, ik zei het nog. Zij vindt mij niet leuk, omdat ik door Bob met haar samen moest werken. Moest ik daar Fred dingen regelen. Moest ze dat virus halen. En sinds toen vond ze mij vervelend en ben ik waarschijnlijk gewoon de schakel geweest. Daar kan ik niks aan doen. Ik moest toch ook mijn dingen doen. Ik zeg ook niet dat dit jouw fout is. Ja, maar het is sinds ze mij kent. Ja. Nou, dan hebben we het al. Wat wil je nog meer weten? Weet jij of er een geheime ingang is waar Ariel door loopt om het kasteel in en uit te gaan? Ja. Zit die in de binnentuin? Ja. Kijk jongens, maar voor de rest weet je nog meer of... Nee. Nou, dat was direct. Ja, nee. Oké, dus er is een geheime ingang in de binnentuin van mijn kasteel waar ze in en uit kan komen. Dus die moet ik even gaan zoeken. Ja. Ik denk dat dat het is. Oké. Dan ga ik er weer vandoor, Barbara. Wacht, trouwens, nog één vraag. Nog één vraag. Wat is met je hoofd gebeurd? Ik ben verkouden. Dus je bent wit of zo. Je ziet een beetje witjes. Dat klopt. Oké. Okay. En waar is die derde hendel eigenlijk voor? Want die hebben we nog nooit getest. Ik heb die wel getest. Je vrouwenstem, dus je mannenstem. Wat is dit? Fred heeft mij geüpdate. Oké. Okay. De derde hendel maakt mij persoonlijker. Persoonlijker? Ja. Mag ik hem overhalen? Dat kan. Nou, op overzeggen, dan gaan we. Ik ga eerst uitzetten, oké? Okay? Tot ziens. Of tot snel. Nou, hij is uit, jongens. Hoppakee. Laten we dan nu de derde... Want ik weet dat dit zijn mannenstem, maar wat is dit? Maakt me persoonlijker. Nou, laten we even kijken. Hoppa. Laden. 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 Hij is aan het laden. Laden. Voltooid. Ja, je bent aan het laden. Of je bent laden. Klaar met laden. Ja. Laden. Al... Voltooid. Je was al voltooid. Hallo. Oh mijn god, het werkt niet. Oh, Hallo? En wie ben jij? Hallo, ik ben de persoonlijke Boe Comfortzweem assistent. Je bent de persoonlijke Boe? Comfortzweem assistent. Waarmee kan ik jou helpen? Oh mijn god, persoonlijker, ik snap hem. Je bent gewoon letterlijk tot leven gewekt. Ja. Mijn god, je bent een vrouwelijke Fred. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou zien, maar een vrouwelijke Fred. Ja. Waarmee kan ik je helpen? Nou, eigenlijk niks. Ik wist niet eens dat ik dan jou tot leven zou wekken. Wat ziet er anders uit? Wat is dit dan? Verkouden. Verkouden? Maar je bent dit echt niet verkouden. Weet je wat? Ik vind je eigenlijk wel... Kom mee, ik wil je even een leuke plekje geven dan dit. Kom maar met me mee. Oh mijn god, je loopt nog erger als een robot dan Fred. Fred heeft zich inmiddels al iets meer verminst. Oh, maar jij bent echt een heftige robot. Welkom in Content Veen. Dit is de stad waar we het altijd over hadden. Jij weet hier volgens mij alles van, of niet? Dat klopt. Ik weet alles van Content Veen. Ja, zij weet alles van Content Veen. Het is natuurlijk onze persoonlijke assistent. Hey, ik wil jou even een huisje geven waar je even kan wonen. En dan kan jij daar tijdelijk gewoon blijven totdat een nieuw huis voor je... Of dat weet ik voor wat. Misschien dat je ooit... Ik ga je aan Fred voorstellen. Ik wil zoveel dingen doen, maar ik heb zoveel gedachten. Maar oh mijn god, je bent gewoon een vrouwelijke Fred. Hey, ik vind Barbara alleen niet echt bij je passen nu ik je zo zie. Hoe wil je me noemen? Hoe gaan we de noemen? Kom later wel, weet je. Kijk eens jullie thuis. Bedenk even een goede naam voor de vrouwelijke Fred hier. We moeten even echt een goede naam hebben. Ik ga je een huisje geven waar je snel heen kan, oké? Dat is goed. Weet je, doe maar even hier in dit huis naast de makelaar. Dan is dit even tijdelijk jouw huis, oké? Dat is goed. Prima, kijk, dan kan je hier naar binnen zo. Deze is kort, nummer 54. Not ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Kijk, zie, ze weet alles. Ze heeft gewoon alle informatie van de stad. Heeft zij gewoon in die robotkop zitten. Hey, voel jezelf even thuis. Ik weet niet of je iets nodig hebt. Spannend. Ja, komt goed. Ik ga dingen voor je regelen, oké? Dat is goed. Prima, ik moet het even op mijn plekje geven. Dag, assistent noem ik je tot nu toe even. Tot ziens. Tot ziens. Oh mijn god, jongens. Ik wil gewoon... Ik weet namelijk niet wat ik hiervan moet vinden. Kijk, daar staat ze ook gewoon. Oh my days. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen. Ze is gewoon om zich heen aan het kijken. Het is nog echt een ergere robot dan Fred dit, jongens. Oh mijn god. Ik heb zo goed nieuws voor Fred. Waar is hij? Ik moet dit aan Fred vertellen, jongens. Ik moet dit nu aan Fred vertellen. Fred, zeg maar dat je hier bent. Ja, help. Hij dacht dat er een bom was. Fred, ben je in de bank? Hallo? Fred? Oh mijn god, hij is er niet. Nee. Ik wil aan Fred vertellen dat er een vrouwelijke... Hij heeft hem zelf gebouwd, maar ik denk dat hij dat nog nooit zo heeft uitgevoerd. Anders had ik er wel echt wel eerder over gehoord. Is hij thuis? Fred beter, misschien zit hij zijn Nintendo te spelen hierachter of zo. Even kijken, want hij speelt natuurlijk altijd Mario hier. Nee, hier is hij ook niet. Ben je thuis, Fred? Hallo? Waar ben je? Hij is er niet. Hier zit hij ook niet een spelletje te spelen. Hij is ook niet boven bij de oplader. Ik weet niet waar die is. Ik weet niet waar die Fred is. Zal wel weer bezig zijn met panda's of weet ik wat allemaal. Maar we hebben hier te maken met de vrouwelijke Fred. Het is niet te geloven. Als ik je kan vinden, Fred, dan laat ik het je weten, jongen. Dan laat ik het je weten. Maar jullie moeten in de reactie zeker even een vrouwelijke naam voor haar achterlaten. Want Barbara past niet echt bij haar. Het moet lekker pakkend zoals Fred zijn, weet je. Fiona of zo, weet ik veel. Verzin het. Fred en Fiona. Oh mijn god, wat is er veel gebeurd. Eventjes het gesprek naast het feit dat ze tot leven
is gekomen, nu gewoon een vrouwelijke Fred is. Ik heb haar even snel daarheen gebracht, omdat... Oh my days. Ik heb geen idee. Verder zei ze dat Ariel dus verliefd is op Frederik stiekem. En dat er inderdaad een geheime in- of uitgang is hier binnen. Hier, waar mijn dieren staan. Hier is ergens een geheime in- of uitgang. Dus jongens, als jullie iets weten, als jullie ooit een keer iets gezien hebben wat ik niet heb gezien, laat het me weten in de reacties. Elke tip is namelijk echt welkom. Ik heb alle tips en hints nodig om dit probleem op te lossen. Weet je, dit mysterie. Het is echt een mysterie in dit kasteel hier. Waar is ze heen gegaan, die Ariel? Oké, we moeten wel zorgen. Ik wil dit niet als eindelijk huis hebben van de nieuwe vrouwelijke Fred. Maar ik wil er even tijdelijk wegstoppen, want ik ben bang, stel Frederik ziet er of iemand anders ziet er, dat ze ontvoerd wordt of meegenomen wordt. Daarom was ik zo haastig om het hierheen te brengen. Dat ik gewoon even een plekje kan geven. En nu moet ik even kijken. Misschien dat ik er uiteindelijk bij Fred kwijt kan. Weet je, dat Fred een geheim... Ja, dat ze bij Fred kan wonen, weet je. Maar goed, voor nu ga ik deze video afsluiten, jongens. Er is helaas geen progressie geweest in het bouwen. Maar er is wel heel veel progressie geweest in de verhaallijn. Daar ben ik wel weer een keertje blij mee. Want de afgelopen 6 video's was echt heel veel bouwen en progressie. Dat we nu weer even het verhaal lekker verder hebben gebracht. Weet je, we weten meer over het virus. Over weet ik wat allemaal dingen. Het is in ieder geval heel leuk. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even. Met het woordje. Ik ben helemaal tot het einde gekomen in de video. Want ik vond het leuk om dat. En naar jouw reden. En dan nu. Kijk lekker het vorige content van Neil. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Het is een hele goede aanrader. En dan ben je weer helemaal up-to-date van A tot Z. En misschien ook een geetje. En nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!